Ken je die nou? Een heel leuk plaatje. JDG, GDG. Ja, ja. John McCann, die had ook gewoon een allerlei websites. En een tijd, ik ben ook daarna vergeten, als hij een site gestart waarbij je ook een eigen site kon beginnen voor bijna niks. En dat liep ook helemaal uit de klauwen, want iedereen had bij een website. En, ik bedoel, hij was gewoon een hele grote bijvoorbeeld. Een wijze specialist, weet je wel. Er waren zoveel slimme bobo's. Dus websites starten en of je files ergens hosten. Van het een kant het was echt een hartstikke goed. Zelfs dus een tour regelen. Dat ging via dat IM forum.